Show me to a higher place. Take me to outer space. En we mogen ook gewoon koekjes bakken. Bijvoorbeeld mijn speculaaskoekjes. Super lekker. En we gaan daar natuurlijk gezonde koekjes van maken. Hoe gaan we dat doen? We gaan haver gebruiken. Ik neem daar 70 gram van. We gaan daar havermeel van maken. Dat is niet moeilijk. Gewoon havervlokken in de blender doen. Ik ga daar meteen ook alle dingen bij doen van droge ingrediënten die we er nog gaan insteken. Ik ga daar onder andere amandelen bij doen voor zo die typische koekjessmaak te krijgen. Het zijn speculaaskoekjes. Hoe gaan we dat doen? We gaan dat doen door speculaaskruiden te gebruiken. Ik ga daar 3 theelepeltjes van nemen. Zo. En ik heb altijd graag dat de kaneel nog wat extra doorsmaakt. En dus ga ik er nog een extra half theelepeltje van de kaneel in doen. Ook trouwens een keigoed antioxidant. Een beetje natriumbicarbonaat. Een snuifje of een vierde van een theelepel. Dat gaat een beetje doen rijzen in ons koekje. We gaan daar ook een snuifje zout nog bij doen. Hopla. En als laatste gaan we daar nog kokosbloesemsuiker aan toevoegen. De suiker waar ik heel graag mee werk eigenlijk, is iets zachter voor je bloedsuikerspiegel, dus iets lager op de glycemische index. Daar gaan we 2 eetlepels van nemen. Dit is ook gewoon super lekker. En die ruikt ook heel goed. Die ruikt zo heel chewy, een beetje naar karamel eigenlijk. Voilà. Meel van maken. Zo, dan gaan we er onze lopende ingrediënten bij doen. Daarvoor beginnen we met 3 eetlepels kokosolie. En we gaan die een beetje verwarmen, zodat die ook wel degelijk lopend wordt. En dat is eigenlijk goed dat dat verwarmd wordt, want we gaan er straks ook amandelpasta bij doen. En die is vaak ook zo een beetje steviger. En door die mee te verwarmen, gaat dat ook een stuk vlotter gaan. Dan gaan we dat heel gemakkelijk onder ons koekje kunnen krijgen. Met een overschot altijd aan de handjes vegen. Dat is keigoed voor je huid ook. Voilà, het is niet de bedoeling dat dat echt warm wordt. Het is gewoon de bedoeling dat dat smelt. Hè. Smeug wordt. En kokosolie is zeker voor te bakken mijn favoriet. Omdat het een heel stabiel vet is. Hè. Dus dat gaat heel goed tegen die hoge temperaturen kunnen. En het is ook trouwens niet dat een hele koek naar kokos gaat smaken. Je gaat dat eigenlijk niet proeven. Voilà, dat is bijna gesmolten, dus dat gaat nu een beetje verder smelten gewoon door zijn temperatuur. Dan ga ik 1,5 eetlepel amandelpasta daarbij doen. En dat gaat zo echt die koekjes smaak geven. En dan samen met onze speculaaskruiden wordt top. Dan gaan we er nog een beetje ahorn bij doen. Ongeveer 1,5 eetlepel. Voilà. En dan nog 1 eetlepel amandeldrink. Okay. En door die amandelmelk te gebruiken, hebben we dus ook een volledig vegan gerechtje. Zo, en dan mogen onze liquide ingrediënten en ons meel samen. Hè. Zo gemakkelijk is dat, koekjes maken. We hebben hier al een mooie bruine brei die al keigoed ruikt. En daar gaan we nu koekjes van maken. Ik heb hier al mijn ovenplaat. Ik heb daar een folietje over gelegd. En dan gebruik ik liefst altijd 2 lepels. En dan ga ik zo eerst een kaneeltje maken. En dan die plat duwen. Hè. En zo de geur van speculaas, dat doet me altijd aan iets van het middelbaar denken. Op vrijdag dan stond er bij ons de markt. En dan gingen we altijd 's middags met een aantal vrienden eten op de markt. En dat was in mijn hele ongezonde tijd. En dan aten wij eerst hamburgers en energy drinks en al.
niet zo gezond. En daarna werd er ook nog iets afgesloten met zo'n dikke speculaas. En elke keer als ik nu speculaas ruik, dan moet ik nog altijd denken aan de geur van dat kraampje. Maar het voordeel is dat deze veel minder suiker bevatten en een pak gezonder zijn. Win-win noem ik dat. Als afwerking ga ik nog wat amandelschilfers gebruiken. Dan ziet dat er ook nog eens heel mooi uit. En je mocht die er gewoon zo aan op duwen, dat die een beetje in beslag zitten. Voilà, en dan mogen die in de oven op 170 graden voor 10 minuten. En dan mag ik die opeten bij een lekkere tas thee.